Met wijziging van de wet Vreemdelingen en Vreemdelingenwet 34.590. Gewijzigd amendement Jasper van Dijk op stuk nummer 13. Wie is voor dit amendement? SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie. Het amendement is met algemene stemmen aangenomen. Het wetsvoorstel. Voor dit wetsvoorstel hebben gestemd de Partij van de Arbeid, GroenLinks, 50PLUS, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, aangenomen. Dan gaan we naar agenda punt 4. Stemmingen over moties ingediend bij wijziging van de wet Arbeid, Vreemdelingen en Vreemdelingenwet 2000. En voordat we gaan stemmen geef ik eerst het woord aan de heer Hiedema namens Forum voor Democratie voor het afleggen van een stemverklaring. Voorzitter, ik wil hierbij een stemverklaring afgeven over de motie van de heren Wilders, Fritsma en De Jong over het stoppen van immigratie uit islamitische landen. Forum voor Democratie wil een Australisch immigratiemodel waar Nederland net als Australië zelf bepaalt wie we wel en niet binnenlaten. Bepalend daarbij zal moeten zijn de gebondenheid met de Nederlandse normen en waarden en de gebleken democratische gezindheid en niet het land van herkomst. Kortom, Forum voor Democratie vindt deze motie van de PVV contrair aan de Nederlandse waarden en belangen en zal daarom tegen deze motie stemmen. Dank u wel. Dank u wel. Dan gaan we nu stemmen. 34.590, nummer 8. De Jong Fritsma over het niet implementeren van de EU-richtlijn seizoensarbeid. Wie is voor deze motie? PVV, SP, Forum voor Democratie verworpen. 9. De Jong Maier over geen Europese bemoeienis met Nederlands immigratiebeleid. Voor deze motie hebben gestemd. PVV, Forum voor Democratie verworpen. 10. De Jong CS over geen immigratie uit islamitische landen. PVV verworpen. 11. Jasper van Dijk over een nulquotum voor onderdanen van derde landen. SP, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, DENK, 50PLUS, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, aangenomen. 12. Jasper van Dijk over herinvoering van werkvergunningen voor Midden- en Oost-Europa. SP, 50PLUS, Partij voor de Dieren, PVV, Forum voor Democratie, verworpen. Stemmingen bij agenda punt 5. In verband met wijziging van de wet publieke gezondheid, onder meer in verband met het opnemen daarin van een aanbod van de overheid van vaccinaties en bevolkingsonderzoek en nieuwe regels voor de bestrijding van invasieve exotische vectoren. 34.472, amendement Sinks op stuk nummer 7. Voor dit amendement hebben gestemd SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie met algemene stemmen aangenomen. Het wetsvoorstel. Voor dit wetsvoorstel hebben gestemd SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie met algemene stemmen aangenomen. Dan gaan we naar agenda punt 6. Stemmingen over moties ingediend bij het debat over het toegenomen aantal aardbevingen in Groningen. Mevrouw Ouwehand. Excuus, voorzitter. Bij het vorige agendapunt motie op stuk nummer 8 wil de Partij voor de Dieren aantekening dat ze daarvoor was. Dan zal deze opmerking in de handelingen worden opgenomen. Agendapunt 6, 33.529.335 van Tongeren CS over in verband met de Waakvlamstrand beperken van de gaswinning in Loppersum. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, aangenomen. 336 van Tongeren CS over het volledige uitvoeren van de oorspronkelijke aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie met algemene stemmen aangenomen. 337 van Tongeren CS over het nieuwe protocol schadeafhandeling. SP,
GroenLinks, D66, VVD, SGP, CDA, 50+. Mevrouw Van Tongeren, ik ga het gewoon opnieuw doen. Ja. Ja? Ik wilde vragen om een brief van de regering. Over uw eerdere motie. Alle drie tegelijkertijd lijkt mij handiger dan één keer opstaan. Dat klopt. Per motie. Dat stel ik voor het stenograaf van dit deel van de vergadering doorgeleid naar het kabinet. Dan gaan we opnieuw over de motie op stuk nummer 337 stemmen. Wie is voor deze motie? SP. GroenLinks. Partij voor de Dieren. DENK. 50+. D66. VVD. SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie, aangenomen, 338. Beckerman, Wassenberg, over een samenhangende aanpak waarbij de menselijke maat en ruimhartigheid voorop staan. SP, Partij van de Arbeid, Partij voor de Dieren, DENK, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie, aangenomen, 339. Beckerman CS over een onafhankelijk en open schadeprotocol. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK 50+, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie, met algemene stemmen aangenomen, 340. Agnes Mulder CS over een onafhankelijke toetsing van wat nodig is voor de leverings- en capaciteitszekerheid. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK 50+, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie, met algemene stemmen aangenomen, 343. Sasias CS over een afbouwplan voor de gaswinning. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50+, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, aangenomen, 344. Wassenberg CS over de belangen van de delfstoffenwinning beleggen bij verschillende ministeries. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK 50+, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie, aangenomen. Dan gaan we naar 345, Wassenberg CS, over een toekomstvisie op beëindiging van de gaswinning. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, 50+, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, aangenomen. 346, Schouten, Dick Faber, over de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50+, SGP, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie, aangenomen. Stemmingen bij agenda punt 7. 34257, wijziging van het burgerlijk wetboek, het wetboek van strafvordering en het wetboek van strafrecht ten einde de vergoeding van affectieschade mogelijk te maken en het verhaal daarvan alsmede het verhaal van verplaatste schade door derden in het strafproces te bevorderen. Het wetsvoorstel. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK 50+, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie met algemene stemmen aangenomen. Agenda punt 8. Stemmingen over moties ingediend bij wijziging van het burgerlijk wetboek, het wetboek van strafvordering en het wetboek van strafrecht. De heer Van Oosten wenst een motie op stuk nummer 9 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen. 34257 nummer 9. De gewijzigde motie van Oosten van Toornburg over de affectieschade altijd vorderen op de veroorzaker van het leed. Voor deze motie hebben gestemd GroenLinks, 50+, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie, aangenomen, 10. Groothuizen van Nispen over het vergoeden van affectieschade aan stiefouders en of stiefkinderen. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK 50+, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, Forum voor Democratie, met algemene stemmen aangenomen. Dan gaan we nu naar agenda punt 9, 34707 nummer 3, de lijst van controversiële onderwerpen. En voordat we daarover gaan stemmen, geef ik de heer Baudet namens Forum voor Democratie het woord voor het afleggen van een stemverklaring.
Het controversieel verklaren van onderwerpen is een vorm van democratische zelfcastratie die de Tweede Kamer zichzelf oplegt, die in strijd is met zowel de letter als de geest van de grondwet. Wij zijn soeverein, wij vormen gezamenlijk de stem van de Nederlandse bevolking die wij vertegenwoordigen en die na algemene verkiezingen in deze Kamer gestalte kan krijgen. Het idee dat wij, omdat er enkele kartelpartijen aan het onderhandelen zijn, maar niet meer ons zouden moeten uitlaten over grote thema's, is absurd. Wij zullen altijd stemmen tegen welke vorm van controversieel verklaring dan ook. Het is niet aan ons om via deze praktijken de stem van de Nederlandse bevolking op stil te zetten. Het Huis, de Tweede Kamer, vergadert en besluit, ongeacht welke formatiebesprekingen dan ook aan de gang zouden kunnen zijn. Wij stemmen dus tegen lijsten met controversiële onderwerpen en wij roepen allen hier aanwezig op hun democratische plicht serieus te nemen en dus ook tegen elke vorm van controversieel verklaring te stemmen. Dank u wel. Dan gaan we nu stemmen. De lijst van controversiële onderwerpen. 34707 nummer 3. Voorstel van de commissie VNJ, Veiligheid en Justitie, op stuk nummer 10. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, aangenomen. Voorstel van de commissie Binnenlandse Zaken, op stuk nummer 12. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, aangenomen. Voorstel van de commissie Economische Zaken, op stuk nummer 11. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, aangenomen. Voorstel van de commissie Wonen en Rijksdienst, op stuk nummer 9. SP, Partij van de Arbeid, GroenLinks, DENK, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, PVV, aangenomen. En hiermee zijn we aan het eind gekomen van de stemmingen. Ik schors de vergadering voor enkele ogenblikken. Hier volgt informatie over de vergadering van de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergadering van de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergadering van de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergadering van de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergadering van de Tweede Kamer. De vergadering van de Tweede Kamer is op dit moment geschorst. Hier volgt informatie over de vergadering van de Tweede Kamer. Ik heropen de vergadering. Op de tafel van de griffier ligt...